Wat doet de godin van de dageraad in Heerlen? Nou, daar ga ik vandaag achter komen in de Agora flat achter mij, waar ik een aantal mensen ga spreken die hebben meegedaan aan het Urban Living Lab van Zuid, dat hier een verandering teweeg gebracht heeft. Ik ben Leo de Haas, ik ben bewoner hier van de Agora. Ik woon hier al 17 jaar, met plezier zelfs. Ik begrijp dat jij ook een bijdrage hebt kunnen leveren aan dit project. Kun je me daar iets meer over vertellen? Toen het schilderproject bezig was, toen ben ik eigenlijk ook bijna elke dag daarbij aanwezig geweest. Ook echt zelf meegeschilderd. Toen het uiteindelijk klaar was, werd mij gevraagd of ik ook de rondleidingen wilde gaan doen. Natuurlijk heb ik ja gezegd. Want dit project is voor mij echt supergoed geweest. Ik woon 17 jaar hier, waarvan ik 14, 15 jaar voornamelijk heb geleefd van ga naar mijn werk, ik kom thuis, ik doe mijn deur dicht, doei! En toen begon ik mee te schilderen. Daardoor ben ik meer naar buiten gekomen, flink wat socialer geworden. Want de vorige week durfde ik totaal niet met grote groepen te praten. Ik doe nou zelfs rondleidingen geven, dit nu ook. Dat had je me van tevoren absoluut niet hoeven vragen. We staan hier toevallig voor het grootste woord in de hele zin wat er op de flat staat. En die zie je vanaf hier in de hoek tot aan achter op de luchtgracht. Daar staat het woord trillende. Ik ben Rick en ik heb een half jaar stage gelopen bij het lectoraat van Beeld te Vormen in Zuid Hogeschool. En daar ben ik voornamelijk bezig geweest met het organiseren van workshops en overal het verzamelen en verwerken van data. Dus je krijgt natuurlijk een heel ander beeld dan dat je van tevoren had. Studenten van Zuid hebben dus met bewoners van de Aurora Flat een co-creatie opgestart. Er kwam een pizzakar langs voor een gezellige eerste ontmoeting, er is een fotosessie geweest en er is een walk and talk gehouden waarbij dus iedereen zijn zegje kon doen. Ik kwam er voornamelijk vanuit dat zij gewoon een veilige plek willen hebben voor de kinderen om echt te spelen. Eigenlijk gewoon naar mensen die in de wijk zelf kunnen blijven. Voor mij als student heeft het eigenlijk betekend dat ik mijn eigen onderzoek echt heb kunnen koppelen aan de praktijk. Op Aurora ben ik bezig geweest met het organiseren van workshops. En daarbuitenom ben ik ook bezig geweest met mijn eigen onderzoek waar ik moest onderzoeken van wat een Urban Living Lab is. Heel kort door de bocht, dat is een levensechte omgeving waarin je kennis creëert en contact kan leggen of je al een idee uit kan proberen. En dat heeft mij dan ook echt uitgedaagd om je actief in te werk te gaan. Mijn naam is Roland Kleuren, ik ben kansmakelaar bij Woon in Limburg. Nou, ik ben voor het kunstwerk begonnen, dus met de Spaanse kunstenaars ben ik hier begonnen. En eigenlijk was mijn rol erin om zeg maar, de bewoners te betrekken bij het hele project. Maar er waren stukken 40 mensen die regelmatig meededen. Die mensen moesten natuurlijk vasthouden en toen hebben we gezegd we willen iets met het binnenplein gaan doen. Ook om de mensen te bedanken voor hun inzet, maar ook om fysiek iets achter te laten waar ze vervolgens ook echt iets aan hebben. Zuid Hogeschool heeft ze aangeboden om mee te gaan helpen met het inrichten. We hadden natuurlijk zelf al ideeën wat we allemaal wilden. Maar studenten die kijken er toch een andere manier naar. En Zuid Hogeschool kwam aan met een modulaire opbouw van het binnenplein waarbij je echt gaat hebben over stellages hebben ontworpen. Een kubus, daar kun je een tribune in maken. Je kunt er een zandbak in maken, je kunt er een wip in maken, je kunt er iets groens in maken. En die hebben zij zo gemaakt dat die mobiel is. En wat ook nieuw was, dat was dat zij ook fysiek hebben weergegeven hoe je de omgeving betrekt. En dat hebben ze gedaan door de kleuren die, zeg maar, die je op het gebouw vindt, om die op de grond over te gaan brengen en dan als een soort pad van het binnenplein af naar buiten laat lopen. Dus door alle ingangen en uitgangen, dat daar diezelfde kleuren doorheen lopen, zodat je als het ware dat pad kunt volgen en dan kom je terecht in het Lange Jan Park of je komt terecht in het Maat natuurlijk. Maar dus echt Aurora naar buiten brengen, maar ook de mensen van buiten naar Aurora brengen. Dat hebben ze uitstekend gedaan. Nou, net zoals een nieuwe dag een nieuw begin luidt, is het ook een nieuwe start voor de Aurora Flat. Van ongehoekje van Heerlen naar een plek van ontmoetingen, samenkomst en echt naar elkaar luisteren. Aurora, de godin van de dageraad, die zou er trots op zijn. Nou, wil je als student nu net zo'n gave bijdrage leveren aan de samenleving die je daadwerkelijk kunt terugzien? Dan is studeren bij Zuid misschien ook wel iets voor jou. Kijk hieronder op deze link om te kijken of dat iets voor jou is. Doei!